De trainerstaf, zeer benieuwd. Maar ondertussen is natuurlijk in de beginfase van de wedstrijd al Glenn Plet, die een fout in de defensie afstraft van AZSV. En scoort hij de 0-1. En de balende doelman natuurlijk van de tegenpartij. Dan 5 minuten later, mooie steekpaas van Jesse. Opnieuw Plet. En hij scoort al binnen het kwartier de 0-2. Goed samenspel van beide spelers. Waarschijnlijk ook tot tevredenheid van de staf. Dan een van de weinige kansen van de ploeg uit Aalten. Is daar de vrije trap van Roy Berenschot. En Boske laat zien dat hij nog steeds goed kan keepen. Maar Twente gaat gewoon door hier via Willem Jansen. En Plet verzorgde de assist. Ruststand dus 0-3. En Twente met een compleet nieuw team in de tweede helft. Hier verzorgt Quincy Promes de 0-4 via een vrije trap. Mirko Born dan hier in balbezit. Waagt dan een poging om het alleen te doen. Geplaatst schot. En de invalkeeper Tim de Haar van AZV is dan kansloos op dat schot. 23 minuten in de tweede helft maakt Jussen nog de 0-6. En hier is Kas Peters met een minuutje later de 0-7. En Twente gaat dan gewoon door. We zitten wel in de slotfase van de wedstrijd. Heel mooi doelpunt van opnieuw Kas Peters. 0-8. En dan heeft Twente nog een minuutje of 3 om de 0-10 te maken. Of we kunnen het ook anders zeggen. AZSV heeft nog een minuut of 3 om de 0-10 te voorkomen. Hier een mooie paas. Richting Mirko Born. Bij de achterlijn. De hoge voorzet, die wordt er nog gemist. Opgevangen. En dan Promes met een opgeplaatst schot. 0-9. 2 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. En gaat Twente dan de 0-10 nog halen. Hier Thijs Bouma, Quincy Promes. Goed samenspel van de spelers van FC Twente. Dat is ook precies wat de trainer wil. Ook op de helft van de tegenstander. En dan is de 0-10 daar nog, wou ik zeggen. Maar die wordt dan nog via de paal. Gaat hij weer terug het veld in. Balbezit blijft er dan voor FC Twente. En deze gaat er dan wel in. Een mooi doelpunt van Shadrach Egan. En een mooie salto daarna. Dat doet hij heel leuk in ieder geval. Tot besluit van deze wedstrijd. De aftrap is er dan nog wel voor AZSV. In de 90ste minuut wordt de stand 0-10 door een treffer van nummer 23. Shadrach Egan. En dan is het afgelopen. 0-10. Een mooie uitslag waar je weinig conclusies aan kunt verbinden.